De liefde van God is ons uitgestort door de Heilige Geest. Dus uitdelen maar, hè? Amen. En toen Hans zo'n getuige was, toen dacht ik, ja, getuigenissen hebben kracht, hè? Want het is iets persoonlijks, gewoon wat je meemaakt. Nou, en dat wil ik toch even vertellen. We hebben een buurvrouwtje, ze woont ook in de straat achter ons. Het zijn juist de buren, hè, waar je gewoon tussen woont. Kijk eens om je heen, mensen. Wat voor mensen zijn dat? Alcoholisten of een psychische patiënten. Nou, we hebben een buurvrouwtje achter ons wonen. En je kan zo eigenlijk zien dat ze niet zo lekker in haar vel is. En ze is ook psychische patiënten. Maar ik dacht, hoe kom ik met zo'n vrouw in contact? En dan loopt ze met haar hondje langs de weg. En ze kijkt niet op of om, je kent het wel. Hè? Die mensen die staren alleen maar in het oneindige. En ik had de Heer gebeden. Ik had zo'n verlangen, ik had zo'n bewogenheid, weet je, van de Heer voor haar. En ik had de Heer gebeden en zei ik, hoe kom ik met haar in contact? U weet het. En het duurde niet lang, ik zal je vertellen. Ze liep weer met haar hondje. En ik fietste voorbij. En op een gegeven moment word ik een vreselijk gegil en gekrijs. En ik kijk achterom. Moet je nagaan, er was een loslopende hond. En had een kleine hondje, had hij te pakken. Nou, je begrijpt wel wat dat te weten is. Nou, ik bedacht me geen moment. Ik gooi mijn fiets aan de kant en ik ren naar haar toe. Ik pak dat kleine hondje van haar op. En ik zei tegen die grote bulldog, in Jezus' naam, ga weg. Amen. En hij deed het ook nog. Ben je zelf verbaasd, maar goed. Amen. Maar die lieve buurvrouw die stond echt vreselijk te trillen en ze was helemaal echt overstuurd, dat begrijp je wel. Dus ik gaf haar een knuffel en ik zei, nou, ja, ik ben zo blij dat je dat gedaan hebt, wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik kom een keer koffie bij je drinken of je komt bij mij. Ik denk, dit is de moment, hè. Amen. En zo gezegd, zo gedaan, ja. Dan gaat het natuurlijk een poosje voorbij en ze kwam bij ons en Eltje vertelde haar het evangelie en een andere keer kwam ik hier bij haar en dat gaat allemaal heel langzaam. Maar dat geeft niet. Dat geeft helemaal niet. Maar in plaats dat het beter met me ging, gaat het slechter. En soms heb je dat, hè. Maar ik denk, de Heer die is aan het werk. Amen. En op een gegeven moment, we waren terug van de zendingsreis en ze had ons ook wel een beetje gemist. En ze was opgenomen in de psychiatrische inrichting in Sablaren. Nou, ik denk, dan moet ik daar maar heen. Het is wel een eindje rijden, maar voor de Heer doen we alles. Amen. Als je op verre reizen kan maken, dan kan ik ook wel een paar kilometer naar Sablaren. Ja? En ik nam haar vriend mee. Ik nam haar vriend mee, want die wou mijn vroegste vriendin ook graag zien. En we gingen naar Sablaren en ik vond echt een hoopje ellende in bed. En ik zei, ach Dieneke, zei ik, hoe kom je nou hier in Sablaren? Ja, ja, ja. Ze eet haast niet meer, ze drinkt haast niet meer. Maar ik gaf haar de liefde van de Heer. Ik gaf haar een dikke knuffel. Ik zeg, heb je me gemist, lieverd? Ja, ze zei, ik heb je erg gemist. En ik zei, de Heer Jezus is altijd bij je. Je moet heel eenvoudig zijn, hè. Ik zei, de Heer Jezus is altijd bij je. En hij houdt zoveel van je. Meer dan je vriend Benny, meer dan je hond, meer dan ik. En hij wil ook in je hart gaan wonen, zei ik. En wil je dat wel? Ze zei, ja. En ik wist dat ze er klaar voor was. Juist, hoe dieper we gaan, lieve mensen, hoe meer ons hart open kan. Ja, ja. Nou, ik zei, lieverd, ze was al erg moe. Ik zei, als ik de volgende keer weer kom, dan gaan we samen bidden en dan komt de Heer Jezus in je hart. Amen. En je hebt mensen die zeggen, oh, dat moet je meteen doen, dat is een opening, meteen, meteen. Maar ik heb geleerd, luister maar naar de leiding van de Heilige Geest. Amen. 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 Goed, dat was even iets wat ik helemaal niet van plan was te zeggen, maar dat geeft niet. Ik moet toch nog even vertellen, Hans, die kondigde ons aan als zendelingen voor de Heer Jezus. Nou, dat doen we al sinds 1992, dus ik zou echt de hele avond en misschien de hele dag wel door kunnen gaan met vertellen. Maar dat geeft niet. Maar we willen graag even heel recent ons bezoek aan Suriname. Nou, Suriname is heel lang een kolonie geweest van Nederland. En we voelen ons daar thuis. Het is een stukje Nederland. Ach, alleen veel mooiere natuur. He? Ze zeggen, Suriname is het groenste land van de wereld. Nou, dat kunnen we beamen. Maar er is ook een levendige gemeente van Jezus Christus. Amen. Amen. Overal door het land zijn mensen echt in vuur en vlam voor de Heer Jezus om hem te dienen. En de Heer opent deuren. Toen we daar vorig jaar voor het eerst gingen, toen kenden wij niemand en niemand kende ons. Hoe vind je dat? Amen. Dat is toch vertrouwen.
En nu na 2 jaar, elke keer gaan er weer meer deuren open, meer gelegenheid om van de Heer Jezus te vertellen in gemeenten, zelfs nu ook op een Pinksterconferentie. En wat ons opviel, dat is in elke samenkomst, zoals we nu bij elkaar zijn, dan brengt elke woord van God en na die tijd vraagt hij de mensen, als je Jezus niet kent, kom maar naar voren. Als je meer van de Heer wil hebben, kom maar en ga je knieën maar buigen voor Jezus, want hij is de koning. Amen. Wij houden ervan om mensen op de knieën te zien. Amen. Amen. Hij is toch de koning der koningen. Amen. En we hebben dus in elke dienst, soms om 3 weken lang, in alle samenkomsten, ze hebben mensen op de knieën gezien voor koning Jezus. Halleluja. En dat is het werk van de Heilige Geest. Amen. Hij overtuigt. En er waren mensen die kenden de Heer niet, dus ze hebben Jezus aangenomen. Maar er waren ook heel veel mensen die Jezus wel kenden, maar die moesten zich toch ook weer bekeren. Ja? Toch weer bekeren van het een of het ander. De Geest overtuigt wel, hè? En toch weer opnieuw toewijden, een nieuw vuur. En weer in de vuur en de vlam voor Jezus. Nou, dat mochten we zien. En u begrijpt wel dat de voorgangers daar natuurlijk ook heel erg blij om zijn, hè? Als de gemeente weer op de knieën komt voor Jezus, dan zijn ze heel erg blij. En ook de voorgangers waren bemoedigd. Ik wil 1 voorbeeldje geven. Ook van een voorganger, hij wilde ook graag gebed. Dus we leggen de handen op hem en op zijn vrouw. En Eltjo gaf een woord, een profetie. En de Heer zei tegen hem, mijn zoon, ik ga je bediening ga ik vergroten van noord naar zuid en van oost naar west. Nou, dat is wat, hè? En na afloop nam hij de microfoon en hij zei, ik wil toch even wat vertellen, want die 2 mensen uit Nederland, die weten helemaal niet waar ik al heel lang mee rondloop. Nee, dus. En hij zegt, ik zal het jullie vertellen. Ik was gevraagd om mee te werken in andere delen van Suriname, in andere gemeenten, om dingen op te zetten, om te spreken. Maar ik dacht, ik vind het een beetje te hoog gegrepen. Laat mij maar een eenvoudige, nederige voorganger zijn in mijn eigen gemeentetje. Maar hij kreeg toch steeds die uitnodigingen maar. Dus nu kreeg hij de woord dat de Heer zei, ik ga je bediening vergroten. Dus hij zei, nu weet ik wat ik doen moet. Amen. En zo bemoedigt de Heer altijd. En dat vinden we heel fijn. Laat ons hart maar groter worden. Groter om de liefde van God te ervaren en uit te delen. En de bewogenheid voor de verloren zielen in ons hart mee te dragen. En dan, het is makkelijk als je zegt, dan doet de Heer de rest wel. Maar zo is het eigenlijk wel. Ja. Wij hoeven zelf heel weinig te doen. We moeten gaan, we moeten gehoorzaam zijn. We moeten onszelf verloochenen. En dan kan de Heer Jezus werken. Dus Suriname is opgewekt voor koning Jezus. En we hopen dat ook in veel plaatsen in Nederland, ook in Zwolle. Maar daar werken we aan, daar werken we voor en God willen doen. Amen. Amen. Ik denk dat je nog, we waren op de Pinksterconferentie in een ander district in de Keri. En Elke sprak de eerste avond en een broeder uit Nederland sprak de derde avond. Ertussenin was er iemand uit Suriname. En op de eerste avond was er een jonge Hindoestaan en die kwam naar voren om zijn leven aan Jezus te geven. Er zijn veel Hindoestaanen en als je een beetje afweet van hun afgoderij, dan is het niet zo makkelijk om daar uit te komen en Jezus aan te nemen. Maar deze jonge Hindoestaan, nog voordat er voor hem gebeden werd, raakte de Heer hem aan zodat hij op de grond viel. En dat was al een bevrijding, hè? Dat was al iets wat God deed, zonder dat wij nog iets hadden gedaan. En hij gaf zijn leven aan Jezus. Maar ik zag dat hij kwam naar voren met een boekje in zijn handen en ik dacht, wat is dat voor boekje? Is het misschien van de Jehovah-getuigen? Wat is dat? Maar er stonden hele mooie plaatjes in van de Heer Jezus met de kinderen op schoot en de Heer Jezus als de goede herder. Dus die plaatjes waren heel goed. En toen zeiden een paar zusters in de gemeente, als die jongen volgende week, morgen weer komt, dan moeten we even met hem praten, want hij is nieuw. Dus we moeten hem wel opvangen. En hij kwam de volgende dag weer. Weer met een boek in zijn handen kwam hij weer naar voren. En ik zag, het was een boekje, een heel misleidend boekje van de Mormonen. Oh, ja. En, hij heeft die avond het boekje ingeleverd en hij kreeg de Bijbel van de voorganger terug. Halleluja.
En ik dacht, Heer, wat bent u groot. Dat zo'n jongen tot Jezus komt door middel van zo'n misleidend boekje. Ja? En dat vond ik toch wel heel bijzonder. En ja, ze zeggen, God kan rechten slagen maar met een kromme stok. Maar zo is het wel. Maar het gaat erom dat mensen tot Jezus komen. Ja? Nou, ik zou nog best heel veel kunnen vertellen. Maar dat gaat er niet om. We doen wat de Heer op ons hart legt. En wat jullie nodig hebben, geloof ik, dat ik gezegd heb. Amen. Dus nu.